zo erin en dan flink draaien. Weet je wel, dat het aan de andere kant eruit komt. Ja, dan moet hij wel koud zijn, hè? Anders heb je een probleem. De jaarwisseling in de Leidse regio is uitzonderlijk rustig verlopen. In andere woorden, we hebben ons redelijk gedragen. Maar wanneer hebben we eigenlijk voor het laatst een lekker potje lopen rellen? Nou, dat valt nog wel lekker te rellen hier. Alles is lockdown hier, dus we kunnen niet rellen. Met een groep zijn we uit geweest toen. En toen uiteindelijk hebben we een bootje laten zinken, een rondvaartbootje. Nou, had je van die plastic buizen, ken je dat? En dan deed je van die sterretjes in, dat rookt als de tering. Toen heb ik een keer de uitgang van de Albert Heijn geblokkeerd. Steen gooien, verfbommetjes gooien. En dan even later word je gewoon afgevoerd, je hebt toch geen kans. Dus, maar het voelde wel goed, moet ik zeggen, ja. Als ik een relschopper zou zijn, wat zou ik dan doen? Ja. Nou, hier of daar even lekker een paar ramen in gooien, denk ik even. Ja, toch? Kijk, als ik wil rellen, ga ik rellen. Of nou mag of niet. Wat voor je komt, een plantenbak of weet ik het. Gooi je in die handel. Als we het dan toch maar doen, dan moet het maar gelijk goed gebeuren. Niet? Hup, vol aan. Ik word nu wat ouder. En wat mis ik nou het meeste? Dat ik niemand op zijn bek heb geslagen. Lijkt me zalig om te doen. Als het mag, dan breken we de hele tent af natuurlijk. Kijk, die knokkeltjes zo. En dan zo baf op iemands neusbrug. Heerlijk. Bushokjes vind ik oké. Andere dingen opblaast, ja, die neiging heb je soms wel. Dan vertrekken we samen naar Veen en dan gaan we daar auto's in de fik zetten. Een auto die veel te langzaam voor je rijdt. En je kan er niet achter, weet je wel. Dan denk ik ook van... Dit. Ja, een beetje duwen. Oh! Wat dan, joh? Ja, wel schoppen kan nadoen. Wat is dat? Ja, herrie maken, rellen. Oh ja? Man kan het woord niet eens. Kun je daar wat vertellen? Ik zing altijd een liedje en ze betalen er niet voor, dus ik kan beter mee omgaan. Wat voor liedje zingt u? Oh, halleluja. Ik kan het niet gehoord houden. Zo erin en dan flink draaien. Weet je wel, dat het aan de andere kant eruit komt. Dat is een goede relschopper, ja. Maar dan moet je wel koud zijn, hè? Anders heb je een probleem. Jongens, hou je koest.